Vandaag mag ik aftrappen door te vertellen over het leven met mijn lieve, leuke, dappere zoon, die ook gehandicapt is. Mijn zoon heeft een erfelijke afwijking, die zorgt voor gezwelletjes in zijn organen, die gecontroleerd en behandeld moeten worden. Moeilijk instelbare epilepsie, autisme en andere gedragsproblemen. Vanuit de zorg voor mijn zoon ben ik werkeloos en krijg ik een bijstandsuitkering. In 2015 verandert er van alles. Op het moment van spreken is de gemeente nog druk aan het uitzoeken of en hoe de zorg voor mijn zoon ook volgend jaar gehandhaafd blijft. Ook mijn financiële situatie verandert door wijzigingen in de uitkering zelf, maar ook door wijzigingen in de WTCG, TOG en WMO. Er hangen veel vragen boven 2015 en die zullen blijven hangen tot in december, wanneer de laatste vragen beantwoord worden. Onzekerheid en zorg, die lastig is om mee om te gaan als je toch al veel zorg te dragen hebt. De zorg voor mijn zoon is intensief. Kinderarts, neuroloog, KNO-arts, oogarts, chirurg, nefroloog, psycholoog, maatschappelijk werker, revalidatiearts, logopedie, gezinsondersteuning. Het is een greep uit het netwerk contacten rondom mijn zoon die ik allemaal moet onderhouden. De psychische belasting is ook groot. Opletten of alles duidelijk genoeg is, in de weer met pictogrammen. Opletten of er geen ruzie ontstaat en je niet veilig voelt omdat je weet dat als het misgaat hij agressief kan worden. Opletten op de epilepsie, of hij niet van de trap afvalt of kopje ondergaat in het zwembad tijdens een aanval. Altijd en overal opletten, analyseren en ingrijpen. Zorgen voor een kind met een handicap is een eenzame weg. Je kan niet zomaar even iemand op laten passen, want je hebt iemand nodig die verstand van zaken heeft. Even samen met de kinderen op pad is een onderneming, want ik moet eerst bepalen of hij de prikkels aan kan, hoe het met zijn epilepsie gaat en hoe groot de kans is dat hij midden in het winkelcentrum een driftbui gaat krijgen. Het betekent een beperking op de arbeidsmarkt, want ik ben niet flexibel en ik kan niet fulltime werken. Het betekent een beperking op sociaal gebied. Activiteiten, uitjes en evenementen moet ik vaak laten schieten, omdat mijn zoon de drukte niet trekt. Als we wel gaan, omdat ik mezelf soms verplicht, duurt het tot dagen daarna voordat de effecten weer zijn uitgewerkt. Het betekent je voortdurend schrap zetten, want je kan zomaar in een slecht nieuwsgesprek zitten met een chirurg die met je bespreekt hoe groot de kans is dat je zoon doodgaat tijdens de hersenoperatie die hij binnenkort moet ondergaan. En dan is er altijd nog de buitenwereld die een mening heeft over jou als opvoeder, over je kind of allebei. Zorgen voor een kind met handicaps betekent dat je manager, medisch deskundige, gedragsdeskundige, woordvoerder, secretaresse en logistiek coördinator in één bent. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het betekent ook soms dat het je boven het hoofd groeit. Je wilt vluchten. Weg. Weg van alles. Neem het maar. Ik hoef niet meer. Ik kan niet meer. Ik ben te moe en ik weet het niet meer. Maar zorgen voor je gehandicapte kind betekent ook een grenzeloze liefde. Een mate voor het vuur gaan door je kind waarvan je niet wist dat het bestond. Er komen krachten in je naar boven waardoor je steeds kunt vechten voor het beste voor je kind. Het betekent ongelooflijk trots zijn op elke kleine mijlpaal die voor anderen soms zo gewoon zijn. Trots zijn op je zoon zelf die alle ellende die er op hem afkomt zo dapper draagt. Al het werk dat je doet wordt niet beloond door geld. Misschien gaat het zelfs nooit beloond worden door woorden van dank. De dank zit hem in die kleine mijlpalen, die speciale lach, dat ochtendknuffelmomentje, zijn enthousiasme als hij weer wat verder komt. Dat geeft je de kracht om door te gaan. Daar doe je het als moeder voor, ondanks alle zorg en onzekerheid.